Michelle, nice to meet you. Bij aankomst laat de fotograaf eerst even de locatie voor de lingerie shoot aan de dames zien. Oh, really? Yeah, so we will shoot on this balcony, okay? Oh my god, it's so cool. Is that cool? Yeah, let's do it. Great, let's go. We moesten dus op een balkon staan en toen gingen ze vanaf beneden haar fotograferen. Vind je niet eng dat iedereen je straks gewoon zo gaat zien buiten? In lingerie? Ja. Nee, maar mensen zien dat helemaal niet. I live off the echoes of your I love. You ready, babe? But I still feel the blows from all of your don't want to. Yeah. When you're drunk, cool. You say, nice. I'm the one. Then you look at the camera. Up. Yeah, just be present. Alright, cool. Nice. Let me check. Nou, op een gegeven moment zag je gewoon rare, vieze mannetjes die filmpjes van haar zaten te maken. Dat was wel heel grappig. Maar ik vind het echt knap hoe ze dat doet. Ik zou me echt heel raar voelen. Ik zou denk ik gaan blozen als iemand zomaar een foto van mij maakt in lingerie. Ik zou dat echt heel eng vinden. En terwijl Bodien in een totaal andere wereld zit, heeft de fotograaf met Michelle andere plannen. Namelijk midden op het plein van het operagebouw haar in een lingerie set te schieten. Toen dacht ik ook van oké, nou ja, is goed. It's not for women to shoot at opera. Shall we try it out? Yeah? Maybe. Let's try. If they stop us, we will stop. You'll set up. Okay, then we move a bit around, okay? Okay, ready? De locatie was gewoon zo gaaf. En dan denk je, ja, let's do it. Daar moesten we gewoon helemaal in het midden van al die mensen, zo, hier ben ik. Ja, dat, ja, ook heel knap. Ik denk niet dat ik dat zomaar zou kunnen doen, nee. Heel leuk dat ze dat ook heeft gedaan. Je ziet er inderdaad wel kijken en filmen en ze zei ook tegen me van, oh, ik vind het wel heftig hoor. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Maar dan slaat opeens de paniek toe, omdat de politie eraan komt en ze geen toestemming hebben om hier te mogen schieten. De locatie, ja, waar de foto's werden gemaakt, dat mocht eigenlijk helemaal niet bij de opera. We waren echt wel lekker aan het bezig. Echt, die fotograaf hoorde ik ook zeggen, oh, beautiful. En toen kwam de politie dus ineens. Werden we weggestuurd, want we mochten er eigenlijk helemaal niet schieten, want het is gewoon een monument. Dus daar moet je volgens mij een vergunning voor aanvragen. Ik dacht ook al van, nou, volgens mij hebben we de foto's toch al. Dus gewoon opstaan en wee 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 en gewoon weglopen. Echt, ik sta er helemaal van te beven.